Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Bart Plasgaard, gehuwd met Greet Mees en woonachtig in Oostende. We hebben drie dochters. Katrien en Lize zijn al een eindje de deur uit. En ondertussen ben ik voor de vierde keer opa geworden. En onze jongste Emma woont in theorie thuis, maar is er niet veel omdat zij op dit ogenblik zich probeert te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. En met mijn 58 jaar ben ik de ouderdomsdeken van de CDV-lijst West-Vlaanderen. Het is de eerste keer dat ik opkom en ik sta op de zesde plaats. Waarom stapt u in de politieke strijd? Het is zo dat ik al sinds 2000 actief ben in de politiek, dan op plaatselijk vlak. En sinds 2014 ben ik schepen van cultuur. En in de nieuwe legislatuur is daar sport, jeugd en ook kunstonderwijs bijgekomen. En we zien dat de gemeente, in Oost en Oostende ook zeker in het bijzondere, heel hard geïnvesteerd heeft in infrastructuur, zowel voor sport, jeugd als uh, uh, cultuur, maar dat uh, we stilaan op de grenzen botsen. Uh, op een bepaald ogenblik heb je die uh, financiering en die afspraken met Vlaanderen nodig. En eh, dat loopt soms wat fout en we weten ook dat we naar een nieuwe eh, bestuursploeg gaan en naar een nieuwe eh, subsidieringsronde voor de cultuurhuizen. En ik wil me daar actief eh, mee in betrekken en, en helpen om dit reglement iets beter af te stemmen. Welke quote heeft u gekozen? Ik eh, heb de slogan gebruikt, eh, minder mening, meer reflectie. In de verkiezingen en het is eigenlijk ook iets waar ik echt achter sta. Er gebeurt heel wat in onze maatschappij, maar telkens als er iets gebeurt, dan komen er een heleboel mensen op social media met zeer ongezouten harde meningen. En die worden dan direct gerepliceerd met nieuwe harde meningen. En zo krijg je een opbod ook soms wel een keer in de krant. En ik denk dat dat eigenlijk wel jammer is en dat we eigenlijk mogen de mensen oproepen. Om eerst even na te denken, eerst te reflecteren en dan de mening op social media te zetten. Er zijn partijen die zeggen gewoon doen. Ik zou voorstellen, laat ons eerst nadenken en het dan pas doen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb eigenlijk twee voorbeelden. In 2000 heeft Reginald Moreels mij gevraagd om actief deel te nemen aan de politiek. En uh, ik heb een waanzinnig uh, respect voor die man, hij is chirurg geweest in Oostende, maar in zijn vrije tijd ging met artsen zonder grenzen naar oorlogsgebied om daar ook te opereren. En regelmatig uh, koppelen we nog een keer terug, want hij heeft eigenlijk een heel mooie mening over wat we moeten doen met trans-illegale burgerparticipatie. Uh, en ja, we hebben nog regelmatig contact en ik, uh, het, is mijn, uh, het is mijn tutor. En een tweede persoon is uh, Hilde Krevitz. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, ons boegbeeld in West-Vlaanderen. Uh, Hilde heeft een ongelofelijke drive, een ongelofelijke energie. En uh, ik denk dat zij ook in heel moeilijke omstandigheden in, in onderwijs heel wat betekend heeft de laatste jaren. Uh, soms met heel veel tegenwerking. Zij heeft het M-decreet voor een stukje toch op uh, poten gezet. Uh, het was een, uh, een vergiftigd geschenk van de vorige legislatuur. Maar zij heeft ook uh, ervoor gezorgd dat straks er geen wachtrijen niet meer zijn. Voor de ouders die moeten kinderen inschrijven. En ze heeft toch ook een hele sterke inhaalbeweging uitgevoerd met schoolgebouwen. Waarbij er miljarden geïnvesteerd worden in nieuwe schoolgebouwen. En ik denk dat het het onderwijs pas te goede kan komen. Wat zijn uw politieke interesses? Ik ben van opleiding geograaf. En heb dus eigenlijk toch wel zeer sterke interesse in ruimtelijke ordening, milieu en uh, duurzaamheid. En uh, we zien het eigenlijk uh, zeer sterk evolueren. Uh, aan de kust bijvoorbeeld, we hebben in Oostende een bevolking van 70.000 mensen. Maar in het weekend komen daar uh, 100.000 tweede verblijvers bij. En om het nog wat erger te maken, hebben we dan ook nog iedere dag uh, 100.000 dagtoeristen. En die stad uh, verandert constant in grootte. Soms een klein stadje, soms wordt dat een, een zeer grote regionale stad. En dat zorgt voor heel wat uh, problemen. En één daarvan is zeker de mobiliteit. Ik denk dat we moeten inzetten in uh, randparkings, die dan misschien niet meer in de gemeente zelf liggen, maar in de randgemeente. Dat we ook zeker moeten investeren in, uh, in openbaar vervoer. De tramlijnen moeten uh, misschien ook een stukje land inwaarts doorgetrokken worden. En op die manier kunnen we misschien het toerisme uh, haalbaar houden um, en er ook voor zorgen dat het duurzaam is. Want uh, ook daar is wel nog wat werk te leveren. De plasticproblematiek die nu eindelijk in, onder de aandacht gebracht is. Maar er zijn nog geen oplossingen voor. Ik denk dat we daar met de een stapje vooruit kunnen zetten. En we moeten er tezelfde tijd ook voor zorgen dat ons strand op zich niet verdwijnt. De toeristen komen naar het strand, maar met het opwarmen van het klimaat en het stijgen van het zeeniveau euh, hebben we de laatste tien jaar ingezet op harde kustverdediging: nieuwe dijken, nieuwe dammen. Maar ik denk dat dit niet de goede methodiek is. Het blijkt nu ook, want bij iedere storm verdwijnt er een groot stuk van onze kust. Ik denk dat we moeten inzetten op zachte verdedigingslijnen, de duinen weer gaan aanplanten en ook proberen nieuwe systemen te bedenken om het strand ja, nog steeds toegankelijk te houden en om de stad en de kust en de polders te vrijwaren. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat het, het opdoeken van het provinciaal niveau dat, dat geen goede zaak geweest is. Het is zo dat vroegere gemeenten voor bovenregionale initiatieven konden hulp krijgen van de provincie, zowel voor cultuur als sport als jeugd. Ook voor infrastructuur, maar ook voor ja, bepaalde evenementen. Vlaanderen had beloofd om dat over te nemen en heeft de landschapstekening gemaakt, maar in de jaren 2015. En we zien nu toch dat heel wat initiatieven uit de boot gevallen zijn. En dat gaat het vooral over de kleinere initiatieven. En op die manier vrees ik dat een klein beetje de continuïteit van heel veel sport- en cultuurmanifestaties zal wegvallen. En dan zien we ook een klein beetje dat West-Vlaanderen in die landschapstekening een klein beetje de periferie was en als je kijkt naar percentuele subsidieringen zowel voor cultuur als voor jeugd als voor sport, dat de provincie Antwerpen toch dichter bij Brussel lag dan West-Vlaanderen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een hoorn meegebracht. In Oostende noemen we dat een toeter. En die wordt eigenlijk gebruikt door de redders om de mensen die in zee zwemmen die te ver van de kustlijn zijn om die terug te roepen met het geluidssignaal. Ik ben eigenlijk een kind van de zee, ik, als kind heb ik altijd in de vakantieperiodes op het strand gespeeld en ben dan later in de watersport gesukkeld, leren windsurfen, leren zeilen, leren kaiten, leren kajakken. En we hebben eigenlijk ook altijd ingezet en dan nadien ben ik voorzitter geworden van een sportvereniging. We hebben altijd ingezet om de sport te professionaliseren, maar ook om te proberen de sport veiliger te maken. Want op zee, watersport doen, kan eigenlijk best wel gevaarlijk zijn. En ik denk dat we daar ook nog stappen vooruit moeten zetten. Er bestaat een overkoepelend orgaan, het IKWV, dat zorgt voor reddingsdienst aan onze kust. Maar iedere gemeente heeft zijn eigen extra reglement gesteld, andere openingsuren, andere start van het seizoen, andere methodieken, andere systemen voor het beveiligen van de watersport. En het zou mooi zijn dat we daar komen tot een eenduidig systeem. En daarom wil ik een oproep doen met deze toetel.